Pascal, gefeliciteerd. Drie punten, 3-1 winnen. Ben je tevreden over vanavond? Ja, doelstelling is bereikt. We moesten winnen. Een zwakkere periode weer afgesloten met een winstpartij. En dat is gelukt. Ja, was het een lastige wedstrijd? Ja, traditioneel lastig zou ik bijna willen zeggen. Vitesse is de afgelopen seizoenen een lastig te bespelen ploeg gebleken. Dat was vanavond niet anders. En dan hebben we goals gemaakt op de juiste momenten. En winnend afgesloten. Ja. Het begin leek wat lastig. Leek wat moeilijk. Vond je dat ook? Ja, dat heeft ook te maken met de kwaliteit en de intenties van Vitesse in deze. Dan is het wat lastiger om onder die druk vandaan te spelen. En het duurde even voordat we in de wedstrijd kwamen. En de eerste goal kwam dan ook als geroepen. Ja, wat was het moment dat je dacht van nou, nu weten we het spel naar ons toe te krijgen. Nu weten we eindelijk in ons spel te kunnen komen? Nou, waar we het over hadden in de rust is dat die wedstrijd eigenlijk gelijkwaardig was. Het was een wedstrijd vrijwel in balans. En dat typeert ook de manier van spelen van Vitesse. En wat dan weer goed is van onze kant is dat we het in ieder geval neutraal houden en een goal hebben gemaakt. Ja, dan hoop je natuurlijk met een voorsprong op zak dat je kunt gaan uitbouwen. Ja. Ja, dan maak je een goede tweede goal. En vervolgens heb je een moment die je wederom helaas zelf inleidt, waar je een onnodige corner weggeeft en de goal incasseert. Dus dan weet je ook dat zo die dynamiek van die wedstrijd gaat natuurlijk weer een wending krijgen. Omdat een tegenstander denkt nu, oké, dit gaan we doordrukken. En dat past ook bij hun manier van spelen, want ja, de lange bal werd aan hun kant regelmatig gehanteerd. Ja, dan staat het tussen 2-1 op zo'n moment. Ja. Is dat dan gelijk reden tot paniek? Of denk je, nou, laten we gewoon ons ding blijven doen zoals we dat deden en dan komt die derde vanzelf wel? Nou, het is met name geloof houden in de uitvoering die we nastreven. En daarin hadden we echt nog wel ruimte voor verbetering. Dat hebben we in de rust ook besproken. Je zag ook de momenten dat het wel lukte. Als we snel denken, snel handelen en van kant wisselen, dan komen we echt wel onder die druk vandaan. En daar moet je in een tweede helft moet je eigenlijk nog meer naar op zoek gaan. Ja. Pavlidis is belangrijk vandaag, bij alle drie de goals. Hoe vond jij hem spelen? Ja, uitermate belangrijk. Je ziet de speelwijze van Vitesse vraagt ook mannelijke duels, lijf-aan-lijf gevechten. Daar heeft hij ons heel goed in geholpen op de momenten dat hij 1-1 stond. En we ballen in de voeten of in zijn lichaam kwijt konden om erbij te komen. En dat heeft hij in combinatie met zijn goals prima gedaan. Ja, tot slot eindigen met iets wat eigenlijk niet per se met voetbal te maken heeft. Maar minuut 22 met de bandside. Ja. Allemaal sterretjes aan. Een mooi spandoek voor Hannes die laatst is overleden op hele jonge leeftijd. Je bent bezig met het spel, maar toch, hoe is dat binnengekomen bij jullie? Ja, daar krijg je alles van mee. En dat vind ik ook heel mooi om te zien. Het typeert ons publiek. Hè. Begaan met de ploeg op het veld, maar ook begaan met elkaar. En als je dan een van ons op jonge leeftijd verliest en hem op deze manier kunt herdenken, dan krijg je daar in ieder geval een heel goed gevoel bij. Ja, en ik hoop zijn familie ook.